Mijn naam is Mosca. Mosca de verteller. Mosca de voetveeg. Mosca de knecht. De knecht van Volpone. En dit hier is Volpone. Volpone is vermoord. Alleen de vraag is door wie? En waarom? De voorstelling De Verteller is een boosaardig sprookje. Een soort nachtmerrie met je ogen open. Het is geschreven door een tijdgenoot van Shakespeare. Het heeft ook heel veel weg van de Shakespeare-vertellingen. Ben Jonson. En wonderlijk is dat het toen al ging over de hebzucht van de mensen en de bankiers in het bijzonder. Het enige wat wij hebben gedaan is mensen rijk maken. Waar is het geld? Mijn geld heeft jou gulzig gemaakt. Jarenlang heb ik op mijn knieën gezeten voor gestolen goed. Wat we hebben, willen we niet. En wat we willen, kunnen we niet krijgen. Dat wij er ook een beetje van geprofiteerd hebben, dat is daar mis mee. Geld en macht kunnen mij niet meer redden. Het geweten speelt een hele belangrijke rol. Mosca, de knecht en eigenlijk ook de verteller, die altijd ten dienste stond van de bankier Volpone, heeft het heel zwaar, want hij heeft eigenlijk een spel in gang gebracht, wat een dodelijk spel blijkt te zijn geworden. En uiteindelijk wordt iedereen het slachtoffer van iets wat als een spel bedoeld was. Hij wilde ze boos maken, hij wilde ze beledigen. Hij heeft last van zijn geweten. En dat is niet zo gek ook. Jullie zijn veel te ver gegaan. Celia. Celia. Wat begonnen is als een onschuldig spel is volledig uit de hand gelopen. Briljant, Mosca. Nonna, mama is dood. Nonna, hou daarmee op. Ze staken het recht op in de borst. Met God in de ogen, dat is de mooiste dood om te sterven. Bijzonder aan deze voorstelling is natuurlijk de magie. De samenwerking van acteurs met poppen. Levensgroot. Er wordt gezongen. Er wordt gemimed. Er wordt geacteerd. En natuurlijk ook poppenspel. Dat maakt het heel mogelijk. Want die poppen die visualiseren eigenlijk de wereld van degene die op het toneel beweegt. De mensen, de echte mensen. In dit geval zijn alle mensen die dood zijn nog steeds aanwezig in de herinnering van die personages. In de vorm van poppen. En dan is heel veel mogelijk. En spannend.